Niet Winsum Pollen, we gaan met u praten. U bent net terug uit Colombia. We praten naar aanleiding van Tanja Nijmeijer, die weer wat van zich heeft laten horen. Dat is de vraag. Wie zegt dat deze beelden van november zijn? Kunnen net zo goed van vorig jaar zijn. Ja, dat wordt niemand gezegd... heeft dat bevestigd? Nee, het wordt gezegd door degene die ze heeft gemaakt en heeft aangeleverd. Botero? Ja, dat is het. Het is de grote, enorme, onbetrouwbare figuur in dit geheel. Juist. Goed. We weten dus niet van wanneer de beelden zijn. Maar ze zijn in zoverre nieuw dat we ze nog niet eerder hadden gezien. Nee hoor. Ja, verdorie zeg. Nee. Ik heb net een stukje gezien. Ja? Dat zijn de beelden van vorig jaar. Ja, maar er zijn vanavond in die reportage Nieuwsuur oude beelden en nieuwe beelden uitgezonden. Dus hebben ze knap en plik gedaan. Knip en plak. Maar laten wij kijken naar wat we beschouwen, wat wij beschouwen als nieuwe beelden. Als zij de bommen afschieten, hoor je... En ik hoorde boven mijn hoofd, hoorde ik niet... Maar hoorde ik 20 bommen. Ik denk een stuk of 20 bommen. Ik dacht, hier is het geweest. Hier kom ik niet meer levend uit, dacht ik. De Colombiaanse televisie vertoont foto's van het verwoeste kampement. En als belangrijkste trofee het stoffelijk overschot van Monogogoi. Op wie Tanja erg gesteld was geraakt. Na de eerste bommen hoorde ik hem schreeuwen. Hij zei, Kino, haal de mensen weg. Haal de mensen uit het kampement. En daar is hij ook, dat is een perfecte karakterisering van een Monogogoi. Hij dacht eigenlijk altijd alleen maar aan de mensen. Ja, dit ging dus over de strijder, de chefstrijder zal ik maar zeggen, die bij een bombardement omgekomen is. Daar zagen we oude beelden van even, dat hij werd weggedragen. En het commentaar van haar hadden wij in elk geval nog niet eerder gezien. Ja. En zij spreekt haar grote sympathie uit over de overleden leider. Ja. Kunt u daarin meevoelen? Monogogoi stond bekend als een buitengewoon brede, slechte man, meedogenloos, de militaire leider van de FARC. En daarin hebben ze een groot man verloren, zeg maar. Ze hebben dus nu een paar weken geleden Alfonso Cano, dat was hun chef, hè, de vertegenwoordiger naar buiten van de FARC, die is ook omgekomen. Maar goed, die man was geen militair leider. Deze Monogogoi, die haar chef was, vanaf het moment dat zij dus die dagboeken... Die zijn verloren geraakt in dat kampement bij de aanval... en vervolgens deels gepubliceerd. Als straf is zij toen onder die Monogogoi gezet. En die heeft haar de rest van de tijd dus in de tang gehouden. Ja, met vrij veel succes, als je dit allemaal zo ziet. Buitengewoon veel succes, want zij is natuurlijk... nadat zij bij hem in het kampement kwam, zat zij onder zijn hoede. En heeft ze toen een omslag gemaakt naar de definitieve 100% varkstrijder? Ik denk waar ze misschien vroeger nog aarzelde? Ja, waar ze vroeger aarzelde, ook omdat ze een gewoon grondsoldaat was, zeg maar. Hè? En dus alle ellende van natte kampementen en alle onzin aan het wachten. En noem maar op. Dat is wat ze kritiseert in haar dagboek, niet wat de vark uitvreet verder in het land tegen de bevolking. Daar lees je niet één woord over. Alleen wat voor ellende de gewone grondsoldaat, zeg maar, het kanonnenvlees, zeg maar, mee te maken heeft dag in dag uit. Ja. De verveling, maandenlang. En oké. Wanneer zij onder Monogogoi komt, komt ze omhoog in de leiding. Niet zozeer militair, maar ze zit wel hoger in de leiding. En heeft dus niet meer last van alles wat ze beschrijft in de kampen. Dus ja, dan ga je je mond ook houden, want je hebt het gewoon beter. Het gaat haar goed in dat opzicht. Het gaat haar goed. Ja. In de hiërarchie van de FARC is ze gestegen. Niet militair, maar wel anderszins. En daarmee ook misschien meer veilig. Ik bedoel, ze kan zich... Meer veilig en meer onveilig, want het is inderdaad een wonder. Het is niet de enige keer dat ze ontsnapt is bij het bombardement op Monogogoi. Er zijn 3 andere keren daarvoor geweest. En dat is wonderbaarlijk, maar ze is steeds op een of andere manier heeft ze de dans ontsprongen. Wij proberen natuurlijk ons altijd voor te stellen... En het is onveiliger. Dat iemand dan weer heimwee krijgt naar Nederland. Dat is ook een kinderachtig idee. No. Maar dat hopen wij dan. Je hoort ook altijd, zou Tanja nog naar Nederland komen? Ja. U bent een keer met haar moeder... daar in de jungle geweest, in de hoop dat zij de boodschap zou opvangen die haar moeder uitzond. Laten we nou even kijken. Ja. Lief meisje, de laatste jaren zijn we ontzettend intensief bezig geweest om een levensteken van jou te krijgen. Dit is niet gelukt. We missen je heel erg. Kom alsjeblieft bij ons terug. Laat iets van je horen. De mogelijkheden om bij ons terug te komen, die zijn gegarandeerd. Het wordt al het mogelijk gedaan om te zorgen dat jij bij ons terugkomt. Hoe moeten wij nu verder leven als we steeds niks van jou horen?
Laat alsjeblieft van ons iets van je horen. Kom alsjeblieft terug. Liefst man. U kent haar, hè? Ja. Haar moeder. Tuurlijk. Ja. Heeft u nog contact met haar gehad? Ja. Wat was haar reactie op deze nieuwe beelden? Ik begrijp hen ook wel dat ze er wel eens genoeg van hebben. Genoeg van wat bedoelt u? Nou, alle publiciteit? Media, weet ik het wat. Ik bedoel, die mensen moeten ook met die werkelijkheid leren leven. Ja. En waarschijnlijk met de zekerheid dat ze de dochter verloren hebben of het zusje verloren hebben. En dat is natuurlijk vreselijk moeilijk. Dat probeer je jarenlang daartegen te verzetten. Je hoopt dat dat nog... Maar op een gegeven moment neem je een besluit, psychologisch ook voor jezelf. Nou, het zit er gewoon niet meer in. Nee, want enerzijds lijkt het alsof Tanja zelf niet wil. Maar anderzijds lijkt het ook wel alsof ze eigenlijk ook niet heel veel kans heeft om eruit te komen. Ja, beide zaken. Je bent natuurlijk, ze is meer dan 10 jaar in Nicaragua. Ja. Ze is gebrainworst van hier tot ginder, dat is mijn opvatting. Ja. En eruit komen, nee, ik zie dat helemaal niet meer zitten, helaas. Open armen ontvangen worden, als het je al zou lukken om te ontvluchten, is denk ik ook niet het geval, of wel? Door wie? Nou ja, laten we zeggen, door overheden die dan op een... Oh nee. Nee, natuurlijk niet. Nee. Mensen zijn razend op haar in Bogota. In Colombia, je moet de webs en weet ik veel wat allemaal lezen. Dat is, zijn razend. We hebben hier ellende zat. We hebben hier 50 jaar continu geweld. Waarom moet een buitenlandse daar nog eens een keer aan bijdragen? Ja. Dus dat is volledig, er is geen sympathie. Er is gewoon geen sympathie, hoor. Er is veel woede. En dat begrijp ik. Ja. En dat begrijp ik. En dat is ook een van de redenen waarom ik dat destijds besloten heb, willens en wetens, om delen, niet alles, delen van het dagboek, dat politiek relevant was, bekend te maken. Gewoon om te voorkomen dat er nog meer jongens en meisjes, verwarde revolutionaire geesten hier in Europa haar pad gaan volgen daar. Ja, want als je dat dagboek las, dan dacht je, daar hoef ik niet naartoe. Nee, toch? Nee. En ze heeft dus onbewust eigenlijk bijgedragen aan, ik zou zeggen, aan de vrede. Ja, morgen is er een terrorisme. Het klinkt heel gek, maar toch heeft ze mensen de ogen geopend met haar eigen dagboek. Er is morgen een terrorismecongres. Wat gaat u daar doen? Spreken? Of, ja. Wat is de boodschap? Nee, niks boodschap. Dat is een congres waar mensen van de hele wereld bij elkaar komen. Mensen die te maken hebben met de reïntegratie, met de demobilisatie en reïntegratie van extremistische of terroristische groeperingen. Al-Qaeda, de ETA, de Tamil Tigers, noem het maar. Nou, die komen er allemaal bij elkaar om te spreken en ervaringen te delen over zo'n demobilisatieproces. Hoe doe je dat? Wat zijn fouten die we gemaakt hebben? Waar moeten we van leren? Waar kunnen we van elkaar, et cetera? En reïntegreren in de samenleving. Hoe krijg je die lui ooit weer normaal? Ja. Huh? Wat niet zo eenvoudig is. Nou goed, dat is mijn werk in Colombia. Ik hou mij bezig met de individuele demobilisatie, dus niet collectief, want de VARC als geheel, als collectief, als groep wil niet onderhandelen. Maar er zijn wel veel individuele types die in de gevangenis al of vanuit de bergen gewoon zeggen, ik geloof er niet meer in, ik wil eruit, maar hoe? En dan is Manos por la Paz, dat is een organisatie die in de gevangenis ontstond. En ik ben hun vertegenwoordiger, dat betekent Handel voor Vrede. Die willen eigenlijk mij als een soort internationale verificatie, monitoring, dat de overheid hun niet belazert. Juist.